Ja, het laatste boek dat ik gelezen heb zijn 1000 heuvels. Maar anderzijds ben ik ook een grote fan van het werk van Marai. Waar ik toch ook een aparte touch vind dat die man zelf nooit geweten heeft. Dat hij zo graag gelezen zou worden. Ik vind het een heel goed voorbeeld hoe weinig voorspelbaar is in het leven. En dat heeft natuurlijk heel, heel grote raakvlakken met mijn dagelijks werk. Zoveel mensen zouden graag kunnen voorspellen hoe dat het met hun kinderen gaat. Terwijl we omringd worden van de voorbeelden dat je beter je handen veraf houdt van al die voorspelbaarheid.